Hallo, ik ben Christel, welkom op mijn channel Christel Blue. Bedankt voor jullie likes, jullie reacties en dat jullie het zijn van mijn channel. Ja, dit wordt de reading voor de mannelijke tweelingziel. En wat gaat er me om? Ik heb al de kaartjes hier liggen. Dus ja, geniet van deze reading. Ik wil eerst nog even zeggen, voor de mensen die een persoonlijke reading hebben aangevraagd. Ja, ik doe maar één keer een persoonlijke reading over dezelfde situatie. Want ja, ik vind het zonde... van mijn energie en van de tijd. En ook dat ik andere mensen de kans geef ook een reading aan te vragen bij mij. Om dan nog een keer en nog een keer een reading te doen. Dus ik doe het maar één keer. Ik beperk het één keer. Als er een mooie reading is, ga ik daar niet weer verder. Als er weer een incidentje is, dat ik weer een reading moet doen. Terwijl het is ook een kwestie van vertrouwen in het universum. Het voelt niet goed om voor mij om daar weer nog een reading te doen. Dus ik doe dat niet. Dus het is één keer en over dezelfde situatie, over de tweelingzielen. Dus, en dan, ja, dan moet je met antwoord leven. En als het super mooi is, dan moet je er geloven dat het gewoon uit gaat komen. Dus niet als ze dan weer even weer wegloopt uit de situatie. Dat je denkt, ja, nou is weggelopen en gaat het wel goed komen? Nee, vertrouw nou dat hij dan toch terugkomt. Want, dus anders kan ik wel 3 of 4 keer een reading voor jullie doen. En, ja, en de anderen hebben dan geen tijd meer. Dus, en ja, ik ben ook niet in persoonlijke consult. En sommigen blijven me mailen. Ja, die mensen ga ik blokkeren. Want ja, dat vind ik niet prettig. Dan, als je dan eenmaal adres hebt, dan nog steeds. Maar dat ze verwachten mij uitgebreid antwoord van je. En ja, dat doe ik dus niet meer. Dus als mensen dan blijven mailen, dan blokkeer ik ze gewoon. Ja. Want ik ben geen persoonlijke consult gratis, hè? Dus ik heb ook mijn privéleven, dus ja, dat wou ik zo even zeggen. Ik wil best wel af en toe antwoorden geven, maar niet elke dag op sommigen reageren die mij eenmaal adres hebben en mij als een persoonlijke gratis adviseur hebben voor de relatie. Mensen moeten ook aan zichzelf werken, dus ja, dat wou ik even zeggen en dat wou ik even kwijt. Goed, nou gaan we de kaartjes trekken. De mannelijke tweelingziel. Wat gaat er met hem om? Goed. Oké. Nu ga ik nog deze doen, denk ik. En zo meteen doet die andere wel. Nou, de mannelijke tweelingziel, die heeft spijt van zijn acties. Die treurt over de verspilde melk. Hij is verdrietig. Hij ziet die andere cups nog niet staan. Maar ja, hij is verdrietig om wat er gebeurd is. Want ja... Het blijkt wel dat hij, dus de Ace of Cups, dat zijn liefde stroomt over voor de vrouwelijke tweelingziel. En daar heeft hij spijt van dat hij haar misschien de deur heeft gewezen. Of dat hij nagedaan heeft tegen de spijt van al zijn acties. Ja, waar hij er nu eigenlijk niet trots op is. Hij kijkt dieper in zichzelf en gaat voelen van, jeetje, dat heb ik heel verkeerd gedaan met mijn vrouwelijke tweelingziel. Ja, en hij wil rusten. Waarschijnlijk is het heel hectisch om hem heen. En hier staat ook, ja, hij wil toenadering zoeken. Zal ik even deze doen? Voor dezelfde stapel. Ja, hij is meer optimistischer geworden. Dus rust, optimisme. Seksuele eenwording. Heb eerbied voor het plekje in elkaar waar jullie één zijn. Ja, hij voelt seksuele aantrekkingskracht. Dat is een vrouwelijke tweelingziel. Deze even doen. Advies van de engelen. Laat niemand je van je pad afbrengen. Nee. Wat er ook gebeurt om de mannelijke tweelingziel heen. Laat niemand van hem, ja, hij moet ze eigenlijk niet van het pad af laten brengen. Niks van aantrekken van de mensen zeggen om hem heen.
Goed, de volgende stapel. Ja, hij wil met een boodschap komen. Met een goede boodschap. Verklaar door Seven of Swords. Ja, hij voelt zich nog wat vastzitten in de situatie. Deze zit in een kuil. Hij moet zich bevrijden. En misschien gaat hij de boodschap brengen dat hij zich bevrijd heeft. Dat hij uit de kuil gekomen is. Wat zei hij? Hij wil een gelukkig familieleven. Misschien brengt hij een boodschap over dat hij een gelukkig familieleven wil. Ja, hij moet zich wel terugtrekken in de stilte. Je hebt echt rust nodig, stilte nodig. Hij moet bij zijn eigen naar binnen kijken. Er is nog eentje van deze. Want er is best wel genegenheid. Hij voelt heel veel genegenheid voor zijn vrouwelijke tweelingziel. Vergevingsgezindheid, vergeven en vergeten. Het leven is veel te waardevol om er een puinhoop van te maken. Ja, hij hoopt dat de vrouwelijke tweelingziel hem wil vergeven. Want hij wil er echt aan werken. Hij wil geen puinhoop meer ervan maken. En dan de engelen, wat die zeggen. God houdt van al zijn kinderen, ook al maakt men fouten. Ja, dus hij houdt van al zijn kinderen God, dus fouten maken is niet erg. Ook fouten wat hij gedaan heeft met zijn vrouwelijke tweelingziel, ja, dat is niet erg. God houdt van alle zijn kinderen. Volgende. Ja, hij wil dingen manifesteren in zijn leven. Ja, nog eentje. Twee dezelfde kaarten. Hij wil echt dingen manifesteren. En hier staat ook, deze vos. Ja, hij gaat die sprong wagen. Dingen manifesteren, twee kaarten. Kijken wat hij gaat manifesteren. Ja, dit is verstoring. Ja. Het universum doet hem, die werpt hem torenmomenten op. En dat verstoort aardig de relatie waar hij in zit. En daardoor moet hij andere dingen gaan manifesteren. Ja, hij moet ook positief blijven denken in die situatie. Hij krijgt natuurlijk allemaal triggers ook. En oprecht zijn. Dus hij moet zijn liefde uit gaan spreken. Hè? Oprecht zijn naar zijn vrouwelijke tweelingziel. En niet in de negativiteit zitten. Omhelzing. Door middel van de ander vind je de ontbrekende delen in jezelf. Ja, het lijkt ook naar een knuffel. Maar ja, jullie zullen dan één zijn. Hè? Jullie zullen dan samensmelt als tweelingzielen. Je vindt dan de ontbrekende delen in jezelf. Hier staat ook, aan liefde is niemand dood gegaan. Stel je open voor de liefde. Ja, positief denken, oprecht. Ja. Sta open voor de liefde, mannelijke tweelingziel. Wees oprecht. Denk positief. Doe dingen manifesteren. En je kunt het. Je kunt het manifesteren. Ook al zijn er veel verstoringen. Er zijn er veel triggers. Zijn er torenmomenten. Maar je kan zelf die liefde in je leven manifesteren. Door positief te denken over je vrouwelijke tweelingziel. En misschien ook een leven met haar samen te visualiseren.
Ja, hij wil een boodschap brengen, zijn excuus aanbieden. En een pentacle, stabiliteit. Hoewel het geen koning is, hij voelt zich gewoon wat onzeker. Misschien een beetje een jonge jongen. Maar hij wil wel iets aanbieden aan de vrouwelijke tweeling. Stabiliteit, cadeautje. Ah, kijk, hij wordt toch de King of Cups. Het is wordt toch een king. De koning van de bekers. Ja, hij wil zijn emoties tonen. Hij wil in zijn kracht staan. Hij wil de liefde tonen voor zijn vrouwelijke tweelingziel. Maar stabiliteit, dat met hun geld, of misschien heb je niet zoveel geld, is een klein financieel cadeau. Ja, hij keert zich naar binnen op het ogenblik. Hij gaat voelen in zichzelf. Kruipt als waar in dat huisje. Kruipt misschien in zijn huis. Komt misschien niet zo vaak buiten. Hij gaat meer nadenken over zijn handelen. Ja, het is nog een kwestie van geduld, want hij is nog bezig na te denken en naar binnen te keren in zijn ziel aan het zoeken, in zijn hart aan het zoeken. Van wat wil ik nou? Hoe kan ik mijn vrouwelijke tweelingziel benaderen? Hoe kan ik het goed maken? Ja, dat soort dingen. Dus er is daar even geduld nodig. Ja, de vrouwelijke tweelingziel die kan het woord onderhand niet meer horen, denk ik. Ja, hij heeft heel veel respect voor haar. Je hebt zelf de macht in handen om nee te zeggen of eruit te stappen. Ja, hij heeft zelf de macht in handen om dingen te manifesteren. Zodat hij die cup kan aanbieden en die pentacle kan aanbieden. Hij kan gewoon nee zeggen wat ik niet meer wil. Hij heeft zelf de macht. Hij kan in zijn koningskracht komen. De koning zijn, op zijn troon gaan zitten. En zeggen nee, ik wil dat niet meer. Ik ben er klaar mee met deze situatie. Kijk wat zijn gidsen zeggen. Ja, die zeggen, denk niet dat je het niet kunt. Je kunt het. Ja, je hebt zelf de macht in handen. Goed, de volgende. Ja, de duivel. De wereld. We spioneren. Ik zal even lezen. Dan doe ik zo die andere weer bij. Moed. Ja. Er is moed voor nodig. Om uit deze duivelse energie te komen. Dat vastgeketend zitten aan een situatie. Dit kan er verslavingen zijn, drugs, alcohol, vrouwen, noem maar op wat hem niet dient, werk wat hem niet dient, kamersrelaties wat hem niet dient. Alles waar hij ongelukkig van wordt, waar de duivelse energie in zit, wat hem echt niet dient, waar hij zich aan vastgeketend voelt, die moet hij opbrengen om weg te gaan uit de situatie. Ondertussen zit hij wel zijn vrouwelijke tweelingziel te bespioneren. Maar ja, hij krijgt de wereld. Er komt een voltooiing van dingen. Dus er komen oplossingen voor de mannelijke tweelingziel. Zodat hij die situatie uit de duivelse energie kan komen. Hij moet wel een moed hebben en doorzettingsvermogen om deze wereld te creëren voor zichzelf. De voltooiing van dingen. Gelukkig zijn. Nog eentje van deze. Ja, zodat hij weer in harmonie komt met zijn gevoelens, met de liefde in zijn leven, dat hij gelukkig wordt. Ja, want hij is geheim aanbidden voor de vrouwelijke tweelingziel. Ja, bespioneren, geheim aanbidden.
Ja, en de vrouwelijke tweelingziel is zijn geheim aanbidden natuurlijk. Ja, hij zit haar bespioneren en is haar geheime aanbidder. En dat heeft de vrouwelijke tweelingziel misschien helemaal niet door. Maar we hebben het nou ontcijferd, vrouwelijke tweelingziel. Hij doet het. Ja, aldoende leert men, zegt het universum. Blijf oefenen. Ga je kracht staan, mannelijke tweelingziel. Nou, ik doe er nog één en dan stop ik. Oké, wat hebben we nog meer? Ja, communicatie, snelle vooruitgang. Vliegen in de lucht als je ver weg woont, op afstand. Dit gaat er gebeuren. Ja, want het is judgment, het oordeel. Ja, hij luistert naar de roeping, dus hij wil nou snel vooruit communiceren, snelle vaart. Ja, vooruitkomen, dingen tot bloei laten komen. En hij weet dan wat hij moet doen, hij is wakker geworden. Ja, hij wil een nieuw begin. Een familie opbouwen. Misschien kindertjes nog, als hij nog jong is en de vrouwelijke tweelingziel ook nog jong. Hij wil geluk. Geluk hebben. Ik kan nog eentje van die doen. En hoop op de toekomst. Vertrouwen hebben in de toekomst. Een wonder. Je relatie staat op punt te veranderen. Ja, dan komt het nieuwe begin, hè. Komt vooruitgang. Snelle vooruitgang. Hij heeft geluisterd naar het universum. Ja. Hoop. Geluk. Nieuw begin. Je relatie staat op het punt te veranderen. Een wonder. En nou deze. Ja. Hij moet dus wel de dingen loslaten die in de weg staan. Advies van zijn gidsen. Goed, dit was mijn reading. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!